Slaapboer. Ja. Hallo, Bas van der Zwaan. Programma Onderweg. Ja, zin in. Soms hebben we van die onbedwingbare aanvallen van nieuwsgierigheid. Aha. En we gewoon in verband met reclame, gewoon we verder de naam van het etablissement niet meer nemen. Ja. Maar omdat het vernoemd is, althans, nog een slaagboom. Maar er is hier er is nergens een slaagboom te bekennen. Nee, dat staat niet. Leg eens hoe dat alsjeblieft. Ik kan al herinner komen. Ja, kom dan hoor. Ja? Ja, het is wel op dit moment zo. Is natuurlijk, wat doet je dan hey, als je op dinsdag toe? Ja, joh, het is toch in de coulissen allemaal wat met die beschäftigen. Dus, en je ziet dus de kastelein? Ik ben maar van Norrië. Wat joh. Is? Ja. Corifeeën. Aha, corifeeën, ja. Ja, vertel eens. Nou ja, dat ziet je met? Ja, met de hand. Dat is een Einzelgänger, de Roman is middelerweile 80. Maar ik hecht wel weer aan historie van Kirchhoff. En dat wil ik toch wel heel oestralen in dit lokaal, om de naam maar even in te noemen. Dus, je ziet ook echt een keer Schrotser Jung, hè? Alsjeblieft. Zeg ik dat goed? Kirchgrutscher, ja. Kirchgrutscher. Boese bovenheer lezen, dan lees ik hem met z'n zaren. Hé hey, man, handig. Handig chic. Ja. Nico Bloem. Ja. Ja, maar dan maak je ook alle lampjes aan, dan zit het op het zoek. Ja, maak eens even alles aan. Wat gezellig is op het op is, hoor. Ik heb een muziekje zwaarder. Jazeker. Even kijken. Wat dan? Dit is... De Black Fuse. Ja. Die trainen niks zo om op te wallen heren dan met de Philomene. Dus, van Chevemet. Ja. Met de harmonie van Chevemet. Ja, de Philomene. Harmonie klinkt met die Philomene. Het Philharmonisch Orkest. De Philomene, dat je de Philomene. Ja. Van Chevemet, ja, samen met de Black Fuse. Ja, hadden nog een product in je door. En wanneer is dat dan? Volgend jaar of ja, dit niks, joh? Ja, niks. 2019 dus. Is dat nieuws? Of is dat al bekend? Het is nog niet zo bekend. Hoor hem op nooit. Hebben we een primeur? Nee, dat niet. Ik heb een primeur. Maar door... Wieso? Ik heb de primeur. Ja, ik ga het nu aan je zeggen. Oh zo, ja. Maar door zit je vooraan dan? Nee, ik ga er weertje voor op, dus... Er kent geen één naartoe? Nee, als weert had ze dit veel zien in mijn sensie, joh. Ik wil zoveel mogelijkheden hier over de klanten. Dus. Ja. Nou is het, nou hebben we de 11e van de 11e hebben we inmiddels gehad. Ja. Maar dit, ja. Hoe lang na de 11e van de 11e werd dit hier opgetuigd? Nou, de 11e van de 11e hing dit en dan van de cultureparty gehad in november. De wat? Cultureparty. Toen hem voor, dit zien ook de Kulse kleuren eigenlijk ja, wel, hè? Ja, de Kulse hadden van Kirchhoff afgekeken. Ja, natuurlijk. Dat is Roerwies. Nee, dan hebben we in november hem van de cultureparty gehad. Met alleen maar vroegkult van Vaas. Hoe zit zonderling in een brandweerschap natuurlijk. En toen hadden we losse haren. Wat is dat, zoals we in Venlo zeggen, gratis kloeken dan? Nee, zeker niet. Oh. Je wil volle map. Volle map. Dan moet je je verdienen. Ja. Maar nee, en de 26 november is er nog meteen afgegaan. En dan kunt de Weihnachtskrempel. En daarna hangt je dit weer op? Dan, dit hangt van hand af, voor zonder de proclamatie gehad. Dat is al Ierland. Maar nee, dan voor zonder de proclamatie, wat is nu hoog in het jaar, toch Charlie Puntjens. En de hand van meteen wel mitseerd. Werd nog meer mitseerd. Maar is dat de staatsprins? Ja, sorry. Is dat hij? Ja, sorry er iets. Het is zonder op het maatje proclameerd. Maar is dit dan de residentie eigenlijk? Nee, dat is hun bij hem heen. Oh, okay. Zelfs Jordi wel, wil daarvoor begrussen met zijn achterban. Dus, want dokter Pap, de Joepuntjens, dat vul je door voor een stad en nog allemaal. En dat is wel iets uit hier voor hem. Ja. Maar je ziet wel echt een vaste lovensjack, of niet? Ja, ik ben zelf ook prins weer. Dan wist je er met hoe lang stemmen. Geleden? 2009 was dat. Dus, kunnen we ons de hand geven? 2006. Achterliep. Ja. Waarvan? Ja, Durp. Oké. Okay. Durp. Dat is iets anders dan staatsprins, daar gon ik van hoed. Ja, maar onvergetelijk toch, of niet? Het is, schön voor mensen waren, ja. Schön, maar niet onvergetelijk. Nou ja, ik stond met het regiment voor Hans. Dus ik word al 12 jaar bij een verein actief. En dan zeker is het ding hier. Dan kent ze de blik achter de schermen al, hè? Ja. Dus, vertel eens, wat is dat? Is dat de wederhelft? Ja, mijn vrouw en mijn dochter, Kim en Bente.
Ja, moeten ze wel handen waar, want toen ik weet of steeds wat langer schuilt dat niet vol was. Ik neem aan dat het kleintje nou op school zit. Ja, dat is nu op school. Ik maak even de Maurice duur op. Ja, dat is zeker. Dat is onze huis-DJ. Maurice, zal ik hem over de nieuwe stimmung even lokaal. Dag Maurice, wat filmen? Ja, de hele homo. Hallo. Is dat toeval? Een goed witte paraplu? Ja. Dat is toeval? Nee, is niet waar. Dat zit er ook een keer of een keer gaan. Goedendag. Huis-DJ. Ja, samen zijn we nog niet. Ja, we zijn hier binnengekomen omdat we ons afvroegen van waarom het dit nou... Heb ik eigenlijk al een antwoord gehad? Nee. Als hier nergens in de omgeving een slaagboom te bekennen is, waarom het dit etablissement dan aan je een slaagboom? Ja, dat is een jouw vraag. En de enige die wie is, schik het in, weer een paar van de prijs trekken. Ja, we maken de prijs voor. Wat zijn penningen? Wat zijn penningen? Ja, maar serieus? Geen idee? Ja. Nou, vertel. Nou, vroeger, de slaagboom, aan je een slaagboom, waar ze weer een officiële hit, we lopen de afzien van de maat. Wat nu de bank is, dan neem ik de naam nog niet van, we hebben voor de reclame. En we hebben het eerst afgebroken en dan wel naar Heerenraad, dat is damals in het café. Ja. Daar had het één op één Heeren verplaatst. Heel vroeger ook een bank erin. En het gebouw is omgetoverd. En aan je een slaagboom, vroeger, Jans vroeger, stond aan de slaagboom in het veld. Met een huisje en dan moeten ze het zol betalen. En doen ze dat niet, moeten ze Jans omvaren. Door een handelsroute. En echt hoor? Oorspronkelijk is het er naam aan je de slaap om van komen. En ja. Dan praten we over welke tijd? Ja, dat zal begin 1900 zien je weer. Wiertje zelf is pas vanaf 1955. En had het iets te maken met een handelsroute richting de Heimat of zo? Ja, Heeren, hij wil van je alles weiland, dus dat kost het je weer geld. Dus dat wordt kort, dan wint dat ons. Tot zol van je Nee, maar het zijn penningen verdiend. Ja, shit! We hadden het net even over de 11e van de 11e. Ja. Maar ja. Ik vind het zo leuk. Ik heb het volgens mij al ooit eens een keer te sprake gebracht. Maar door het zingde van het zingde. Hebben ze toch ook gehad? Ja, met de KKS. Dat klinkt erg voor de stad. Ja. Bestond die nog? Die bestond nog. Ja. Die had niks, joh. Het jaar betreffen. Ja. 2019. Hebben ze nog steeds een ledenstop? Ja, Godzijdank. Zie je nog altijd met tweeën? Dan maak ik er een zon. Ja, zo'n commandant en dan maak ik Adje dan. Ja, zo'n paf, hè? Ja. En die komen hier ook wel eens in de... Dat zon kunt heel niks. Henk nog aan de moer, om een voor. Ja, van... Hé, zon had meerdere functies in het leven. Oh, ik dacht bij de jaarden. Nee, dat zon is ook hulpbischof. Dus... Ja, men kunt zich soms niks waar. Ja, en er kan dus maar einde de ware bisschop zien en dat ziet geen. Ja, ik ben patroonheilige. Patroonheilige, waarvan? Ja, van het patronaat worden damals. Dus doen het geen heilige. Het is niet nieuws. Ja. Hey, maar dit is echt. Hier kunt ze volgens mij een oor rondlopen en daar is ze nog niet alles gezien. Ja, hè? Der Willy. Ja, van de kegelclub nog wel. Daar gaan we van met je kegel. Der Willy Milovic. Willy Milovic, ja. Maar ja, Rudy, ja. Loop even jong. Ja. Maar wat mag denn der Willy hier aan die wand? Ja, dat is een cultfenomeen, hoor. Ja, uiteraard. Kullen is een beetje de Noorderstad van Kerk, hoor. Nou, zie je daar op de moer het zeren, hoor. Voormalig burgervader. Ja, Thijs hier, Jan de sympathische baan, ja. Dus het was heel Josephine, het Cruzenet. Dan waren we zelf nog. Maar dan waren we leeft er nog. Tjuretien en Nico Bloem. Oh, kijk. Hé. Ja, dat leeft er nog. Ja, daar ben ik. Ja. Die woont daar net over de grens. Ja. Het is een mooie sterk op die kanten. Ja, de Belgiër in Stora. Ja. Belgiër in Stora. Belgiër in Stora. Belgiër in Stora. Onder Karel Schriebel. Dus, ja, we hadden wel je historie. Zou je dat niet leuk zien om de heen nog eens een keer te laten zingen? Ja, zeker. Ja, budget is dat eigenlijk. Ja. Is er zo'n heel belg met de Bries, waar? Dan werden we allemaal je les. Maar dan vroeg ik me af, Maurice. Ja. Nou huur ik net van de bisschop heen, ja. Dat de patroonheilige. Dat vandaag is de café dicht. Ja. Wat duist hij in godsnaam? Wat ga je doen? Ja. Wat kun ze dan doen, man? Ik kom zo veilig even langs, maar ik moet eigenlijk om Harold zelf in het gemeentehuis zien. Ja. Dan werd de vaste lovendziening van Kerk Gewest Oosterrijk aan de prins van Kerk Gewest. En die is in dat dialect voor een wat iets in een maat had. Ja. Dus het is dadelijk om 11:30 en dan kom ik tijdens van ik langs. Om 11:30? Ja. Dat was een stuntje. Een kateerke. Nee. Als we dan toch een keer gaan zien, dan gaan we het niet over een kateerke hebben, dan hebben we het over... Een vierde stand. Ja. Dus dat is... Maar dan zien we dus dan zoeien we dus, in theorie, als we met dicht...
van de Viddel stond mij lopen naar het gemeentehuis. Ja. Dan zoeken we dus de kerstverse in je hoogheid van. Nou, net, nee, dat is een prins van Kerkrowest. Oh, Kerkrowest? Ja, Kerkrowest. Kerk had drie prinsen. Kerkrowest hadden een prins, Egels hadden een prins en Kerkrowest aan het centrum had zijn prins. En wat is dan eigenlijk de staatsprins van Kerkrade? Dat is Stefan? Dat is Stefan Jester, de Jordi. Prins Jordi de Eerste. Zo'n vent. Ja? Ja. En Stefan West? Ook zo'n vent. Ja? Ja. Wie heet hij? Tim. Oh, du kent ze allemaal? Ja. Tim, zowel ik ook de medaille al omhangen. Ja, de kietal ik voor mij te zien van de rest van de verhaal. Dus dat huurt erbij. Jongens, is dat wat? Ja, ik heb het nog eens hoor. Even met, ja, Kan het schrijf metkomen? Kaffee hier nog? Slapen kaffee. Burger, ja. Slapen kaffee. Ja, dat kan niet gaan, jongen. Dat weten ze wel zo. Jawel. Maar ik moet zeggen, zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten. Maar ik kan me voorstellen dat ziet je een gouden koppeltje? Als het gaat om het maken van sfeer in de kroeg. Nou, om Maurice is toch sfeer maken. Ik had het zoveel verstand van muziek, ik zet het niet op. Want ik ga hier dus om een bruin café en Maurice Drien dat is zoveel ziet. En met evenementen, ja, doe ik de week er nog goed. Maar met Maurice Drien, dat zit er nog goed voor. Dus ja. Dus het Jaanse team is top. Het Jaanse team is top. Zo gaan we in de keuken nog wat toetsen. Ja. Echt, jawel. Dus volgens Dine Baas eigenlijk, Max Stig met de muzieksfeer, wat is zijn sterke kant aan? Dat het behoorlijk sociaal is naar de lu. Niet alleen de gasten, maar ook het personeel. Het zou alles en iedereen wat hij kunt, is hij heem. En of dat nu een jongen is van Drutsing 14 of een oude van 80, 81, hij is er een heem. Nou, moeilijk compliment kan ze niet krijgen in ieder geval. Niks, hè. Tot slot, God geen eerder jongen nog kullen? Nee. In de kier? Nee, had ze wel genoeg weer tonnen zie ik wel voor jou. Maar de rest is. Ja, hij is high life, kullen is peanuts. Oh, dan kan ik een heren. Kullen kunt heren, maar. Oh ja, want je had het van Noah gekregen. Ja, dus ja.